In Zevenum, Noord-Limburg, bevindt zich de enige professionele palingkwekerij van Limburg. Passie voor vis heet het bedrijf van John en Mieke van Doren Hermkens. Dat moet uitgroeien tot een agrotoeristische trekpleister. Zevenum als het Volendam van het zuiden. Prijsadviseur wordt palingboer in Zevenum. Hoe komt u op het idee? Nou, Mieke had dus de champignonkwekerij met haar broer. En we hadden zoiets van, hey, we hebben een stuk grond van schoonvader, we kunnen daar mogelijk iets mee doen. En toen hebben we gezegd van, nou, we kiezen dus voor een viskwekerij op te bouwen, omdat ik de ervaring had in de visteelt. Ik werk bij een grote multinational waar ik dus het visvoer verkoop en de bedrijven begeleid. En zodoende hadden we zoiets van, hey, we gaan vis kweken. En zodoende zijn we met de viskwekerij begonnen. En wat zegt de bank als je er komt? Ik ga een palingkwekerij beginnen, want ja, in Noord-Limburg is het dus onbekend terrein. Nou, in eerste instantie zijn ze een beetje sceptisch, maar toen hadden we het plan laten zien en dan zien ze van, hey, het is echt serieus, hadden de tekeningen laten zien. Nou, toen werden ze eigenlijk steeds enthousiaster en op een gegeven moment een begroting gemaakt en dan gezegd van, hey, het hebben we een aantal banken laten tellen. En omdat ik mijn huis verkocht had in Brabant, Mieke had er aandeel verkocht in de champignonkwekerij. En zo hadden we ook wat eigen vermogen en hadden ze zoiets van, hey, we kunnen dat mogelijk wel passend maken. En zo hebben we gezegd van, hey, we gaan beginnen. We praten over een investering van meer dan 1 miljoen. En gelukkig hadden we inderdaad een stukje eigen vermogen, waardoor de bank ook zei van, hey, daar gaan we in mee. En een stukje zekerheid, waardoor het een stuk makkelijker was. Want normaal gaat een bank niet zomaar inderdaad mee. Maar ja, daardoor hebben we die kans gekregen en ook genomen. En ja, het is natuurlijk een gok, hè, want je werkt met levend materiaal. En we moeten dag en nacht, dan moeten we ook paraat zijn om zeg maar eventueel erbij te zijn als er iets misgaat. Nou, we produceren tussen de 30 en de 40 ton paling. En daarvan gaat een groot gedeelte naar een grote afnemer. En die rookt een gedeelte zelf. En die heeft allerlei restaurantjes en rokertjes in de buurt. Die dus zijn vis of onze vis afnemen. En daarnaast roken we zelf paling. En verkopen we zelf ook bakpaling. Palingfilet, gerookte paling en bakpaling. En dus dat mensen ook zelf iets ermee kunnen doen. Dan ben u binnenkort fulltime palingkweker. Dat bedrijfsadviseurschap, dat laat u dan vallen? Dat is even nog de vraag. Ik moet even kijken hoe het straks gaat lopen. Ik ben in principe nu, hè, samen met Mieke ook, zijn we ook fulltime met de paling eigenlijk al bezig. Hè, maar mijn werk zeg maar, is op dit moment mooi te combineren. Hè, dus we kunnen 's avonds dingen doen en dan liggen de jongens toch in bed. En mijn werk, daar heb ik heel veel contacten. Heel veel kennis doe ik daar dagelijks nu op. En door de ervaringen die we hier hebben in de kwekerij, ja, kan ik ook mijn werk steeds beter doen. Dus het is allemaal, het is eigenlijk een plus-plus situatie. Wij doen inmiddels zo'n 10% van wat we hier in het bedrijf maken, verkopen we hier dus in de winkel. En 90% gaat zeg maar naar groothandel. En vanuit daar gaat het dan meer naar winkels en naar kleinere rokerijen. Ik zie dat er de nodige aanbouw is. Waar is dat voor bedoeld? Ja, wij hebben sinds afgelopen april de winkel zeg maar 1 jaar open. En we merken dat dat mensen het heel erg interessant vinden wat wij doen. Dus die willen graag heel graag in het bedrijf kijken. Dat doen we dus niet. Maar we doen inmiddels wel proeverijen. Dus mensen komen dan, krijgen een hapje en een drankje. En ondertussen leggen wij uit van wat wij doen. We draaien een film en we hebben daar zo nog wat beelden bij. En dan leggen we uit van het begin af, dus dat de glas al zeg maar ingenomen wordt, totdat die zeg maar gerookt wordt. Dus het hele proces, dat leggen we dan uit aan mensen. En dat mensen vinden dat zo leuk. Ja, dat we zoveel groepen al hebben gepland en hebben staan, dat we gezegd hebben, nou, we gaan nou echt een proeverij eraan bouwen. Met andere woorden, het Zevenum heeft er een toeristisch oord bij. Niet alleen Toverland, niet alleen de Schatberg, maar nu ook passie voor vis. Ja, dat begint het wel op te lijken. Hadden jullie verwacht dat er zoveel toeristen af zouden komen? Nee, ik helemaal niet. Nee, echt helemaal niet. Want er zeiden verschillende mensen tegen ons, oh, zo'n boerenwinkeltje, dat duurt 1 jaar of 3 voordat dat een beetje begint te lopen. Maar er zijn toch veel palingliefhebbers en die vinden hier vanzelf de weg naartoe. En mond-op-mond reclame gaat natuurlijk ook, dat gaat best wel hard. En wij mogen niet klagen na 1 jaar dat het al zo loopt. Ja, en ze hoeven niet meer naar Volendam te rijden. Nee, precies. Ze kunnen nou ook in Limburg terecht. Volendam in de Peel. Precies.